En toen dacht ik ineens, hey, misschien zit er wel een of ander geheim in die centenbak. Weet jij veel? Een schatkaart of zo? 5 vakjes. Onder iedere gleuf 1. En ik denk, laat ik het eerste vakje dan maar eens openmaken. Piepkleine papiertje had hij met piepkleine lettertjes zitten krabbelen. Die piepkleine lettertjes vormden met elkaar woorden. En die woorden vormen met elkaar een verhaal. Een verhaal uit het oude mysterieuze China. Toen de mensen nog klein en de wereld onmetelijk groot was. Toen de mannen nog staarten in hun haren droegen en in draken en in reuzen geloofden. Ja, in die tijd was hij echt van puur goud. Echt waar. De keizer zou hem wat graag willen hebben. Maar ja, hij weet dat hij van mij is. Toen, op een dag, de meibloesem hing al in de bomen, kwam de mooiste vrouw van China bij hem. Ze heette Tai Pei. Midas dacht, mama, mama, ze lacht. Een rij witte tanden en eentje van goud. Midas dacht, papa, papa, die voetbalt. En als die goed balt, dan wint hij een beker. Een beker van goud. Goud, goud, goud. Goud. En iedereen wil in Chinese auto's. Dus die aandelen verkopen ze ook weer. Of, nou, misschien niet allemaal, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe ze doen. Maar ze zijn slim en ze hebben ook wel een beetje geluk. Ze hebben al gauw meer dan 1 miljoen. Maar, dan mogen ze niet aankomen. Want dat zijn de regels. Pas als ze 18 zijn. Nou, en zover is het dus nog lang niet. Dus ik wil zeggen, wat heb je eigenlijk al zoveel geld als je er niet aan mag komen? Nou, een hoop problemen, dat heb je. Klaterende sterren, stralend als goud. Midas dacht, visje, visje in de vijver. Onder het sterrenlicht lijkt die van goud. Goud, goud, goud. Alles wordt goud. Goud, 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 alles wordt goud.